Kijk. Het is een beetje onduidelijk voor jullie antwoorden, denk ik. En ook voor mezelf, hoor. Ik heb het kanaal Stormgloren. En ik heb een privékanaal. Gewoon onder mijn eigen naam, Barry van Wijk, met als nickname Barry Blue Eyes. Nou gooi ik die twee kanalen de laatste tijd een beetje door elkaar. En ik merk dat het voor jullie onduidelijk is, maar ook voor mezelf. Ik heb een beslissing genomen. Ik ga scheiden. Alles wat met mijn persoonlijke vlog te maken heeft, wat met mijn muziek te maken heeft, met mijn hond en met mijn gezin, dat gaat allemaal naar mijn privéaccount Barry van Wijk. Oftewel Barry Blue Eyes. Daar gebeurt alles op privégebied en op muziekgebied. Dus vooral het laatste muziekgebied gaat daar naartoe. Stormgloren, dat gaat dadelijk alleen nog over survival, reviews, documentaires, natuur, kampeertripjes, dat soort dingen. Dat wil ik echt gaan scheiden, want het begint nou een beetje door elkaar te lopen. Het was ook eigenlijk een heel klein beetje mijn insteek om dat te gaan doen. Maar het schept onduidelijkheid. Het schept onduidelijkheid voor jullie als kijkers. Want Stormgloren is oorspronkelijk begonnen als een beetje ja, bushcraft, survival en dingetjes testen en preppen. En uiteindelijk is daar mijn muziekcarrière een beetje ingeslopen. Nou is dat op zich geen ramp. Maar niet iedereen is daarvan gediend en daar moet ik respect voor hebben. Daarom ga ik het ook scheiden. Dus mijn muziek, mijn privévlogs en filmpjes over mijn honden of over de hond en mijn gezin. Dat gaat allemaal naar Barry van Wijk. En alles over survival, preppen, kampeertrips, reviews, documentaires, dat soort dingen. Dat gaat dus allemaal naar Stormgloren, zoals het altijd al is geweest. Maar ik ga mijn privévlogs eruit halen. Ik ga niks weghalen, dus alles wat er nu staat, staat. En dan staat dat prima, maar vanaf nu wil ik die duidelijkheid gewoon hebben. Mocht je mijn muzikale carrière willen blijven volgen, word dan ook eventjes lid van Barry van Wijk op YouTube. Ik zal een linkje in de beschrijving zetten naar mijn privékanaal. En anders blijven we gewoon lekker naar Stormgloren kijken. Ik hoop dat het zo duidelijk is voor jullie. Bedankt voor je tijd. En ik zie jou gauw op een van mijn kanalen. Bye bye.